Leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag geen vlog, maar even een ander soort video. Ik zal eerst uitleggen wat er is gebeurd. Even denken, woensdag. Ja, ben ik in Amsterdam geweest. Donderdag hebben we gefilmd. En toen had ik 's avonds geen tijd om te editen. Vrijdag hebben we gefilmd. Toen was zij aan het filmen en die heeft, denk ik, weet ik niet zeker, de beelden gewist, want mijn camera was dus leeg. Dus ik kon niet editen en moet ook zeggen dat we donderdag en vrijdag ook niet heel veel gefilmd hebben. En toen dacht ik, misschien ga ik even een pauze inlassen. En eigenlijk kwam dat een beetje in mijn schoot geworpen. En toen dacht ik, ja, weet je, het is momenteel best wel een sleur hoe ik film, omdat er gewoon nog steeds niet heel erg veel kan. Er gaat nu wel meer open. En ja, ik heb het gevoel dat de vlogs een beetje te veel hetzelfde zijn elke dag. En ik heb niet het gevoel dat de vlogs heel erg leuk zijn daardoor. Dus ja, toen dacht ik, misschien is het goed om even een pauzetje in te lassen. En het is niet dat ik het vloggen niet leuk vind, want ik vind het heel erg leuk om te doen. Misschien juist daarom. Misschien omdat ik juist het vloggen heel erg leuk vind om te doen, dat ik het een goed idee vind om een pauze in te lassen. Omdat dit zijn niet de vlogs die ik wil maken momenteel. Ze zijn gewoon, ik weet niet, saai of zo. In ieder geval in mijn beleving. En dat zijn niet de vlogs die ik wil maken. Dus ik ga gewoon, ik weet niet of het een week is, twee weken, misschien nog een dag, maar gewoon heel even tussendoor niks. Gewoon even andere dingen doen en even een pauze houden en dan ja, gewoon weer opnieuw beginnen. Ik denk dat dat misschien wel een betere nieuwe start geeft. Ik heb wel eens eerder gehad dat ik, doordat ik me niet lekker voel of zo, even een paar dagen niet vlogde. En dan merk ik dat je dan weer met nieuwe energie begint. En ik denk dat dat op dit moment gewoon even goed is. Dus ik ben een paar dagen of een week of twee weken even afwezig. Misschien iets langer, ik weet het niet. En op het moment dat ik denk, ja, weet je, nu heb ik weer ideeën of wat dan ook. Dan zijn we er gewoon weer. Misschien dat ik tussendoor nog een ander soort video opneem. Want daarom zeg ik, ik vind video's maken echt heel leuk om te doen. Maar ja, even kijken. Ik haal de druk gewoon even helemaal van de ketel af. En ik zie wel. Dus ja, dat was mijn mededeling voor nu. Ik hoop dat je het begrijpt. En ik hoop je in ieder geval snel weer te zien. Doei doei!